Dames en heren, welkom bij Carnaval in Gelderland. De komende twee dagen laten we u zien hoe er in Gelderland carnaval wordt gevierd. En we beginnen in Groenlo, oftewel Grollen. Bij een speciale dameszitting, tweejaarlijks. Er mogen alleen maar dames naar binnen. Het is carnaval, dus daar heb ik wat op gevonden. Ik zet gewoon een pruik op. Ik verbaas me een beetje over de drukte hier. Iedereen die staat hier maar, die wil als eerste naar binnen. Waarom is dat toch zo? Ja, de mooiste plekjes, hè? Die dias kookt, die dias maalt. Hoe ga jij dan vandaag de dag doorkomen? Gewoon lekker zitten op een stoel met mijn beentje omhoog en drankje erbij, hè? Kom maar. Rustig. Welkom. Dankjewel. Zo, nou, hè, we zijn binnen. Alsjeblieft, kom er gewoon zo wel in, hè. Nou, dankjewel. De heren zijn echt een beetje ondergeschikt vandaag, hè? Ja, maar dat zijn we normaal toch ook. Zo? Ja. Ik weet niet hoe jij thuis bent, maar... Nee, maar ik heb geen vrouw. Nee. Ik heb er geen werk voor aan, zakte wel in. Een beetje het thema van de middag dan. Wat is de bedoeling? De mannen een beetje onderuit schoffelen? Dat denk ik. Ja. Ja. Raak je, jou staat echt alles, hè? Mevrouw Bronsvoort, waar bent u gebleven? Ik zie u niet meer. Ach, daar zit ze. Daar zit ze, mevrouw Bronsvoort, wil zien. Ach, kom heel eventjes. Wil je heel eventjes? Wilt u misschien even op het podium komen? In Groenlo hebben ze een vrouwelijke burgemeester. En dat is wel heel bijzonder en past natuurlijk perfect op zo'n middag als dit. Zij gaat zo een buurt doen waarin iets uitzonderlijks gebeurt. Dat het carnaval in Grollen op de kop gaat zetten. We zijn in Klarenbeek, oftewel Neutendarp. En daar zitten ze dan, het prinselijk paar en het gevolg. Eerst even proosten. Ja. Je zit al te zuipen hier. Ja. Proost. Alaaf. Het is carnaval. De rol van de prins en de prinses. Rol van de prins en de prinses. Ja, natuurlijk. Vooral veel feest maken, schik maken. Zorgen dat iedereen bijvoorbeeld onderscheidingen krijgen. Hey, en dan zie ik hier nog zo'n prachtige, het is bijna een koning, zo zit hij er een beetje bij, hè? Maar je bent eigenlijk adjudant, toch? Adjudant, ja, klopt. Ja, overal waar hij jou voor vraagt, dat moet je dan uitvoeren? Nee, ik ben zeg maar een soort assistent. Ik assisteer hem, ik zorg dat dat hij overal op tijd is, ik zorg voor de onderscheidingen. Eigenlijk dat hij gewoon vlekkeloos door de carnaval heen kan. Het is een feest! Ja! Het is een feest! Hey, carnaval! Dames, we hebben nog even een klein dingetje voor ons prins. Oh, kleine verrassing. Oh. Nee. En prins houdt niet van verrassingen. Nee! Want hij wil graag alles in de hand houden. Dit jaar gaat over. Maar ik wil eigenlijk graag dat je even gaat staan. Godverdomme! Geweldig, jongen! Ik had je nog wel ontmoet van weekend. Ja, weet ik. En dat zei Veronique. Dus doe het maar zo. Ach, dit vind ik echt leuk. Ja, dat weet ik. Daarom zijn we er ook. Geweldig, jongen. Mooi, man. Mooi. Mooi dat ik ben. Ja. Alsjeblieft, met trots dragen. Ik zal het met trots gaan dragen. Dan ben ik heel blij dat ik hem jou mag uitreiken. Hey, super bedankt. Heel graag. Leuk. Helemaal top dat je bent. Hartstikke mooi. En ik zie dat je een beetje... Ja, ik ben raakt jezelf. Ja, ik ben wel een beetje van mijn boeien af. Absoluut. Wie is dit? Is een... Een neef van mijn vrouw. En die is mevrouw is een... Help maar even. Geef niet. Ja.
Maar dat raakt je? Het raakt me zeker. Ik vind het echt super gaaf. We zien elkaar op verjaardagen van zijn ouders en van mijn schoonouders dan. En carnaval leeft gewoon bij ons, absoluut. In de familie? In de familie, ja. En daarom is jouw neef ook prins? Ik ben ook prins. Ja, ook prins. Bij de Meulenwiekers in Elden. In Elden. Alarm! Alarm! Super! Zometeen zijn we bij u terug vanuit Klarenbeek, de grote optocht. Wij gaan nu naar de Prinsenwagen. Tot zo! Welkom bij de Carnaval de Hooghansen. Gaat beginnen en wij gaan de wagen op. We gaan ons installeren. De muts nog op, skis aan de kant. De sfeer is top. Jonne, ja. We zijn eventjes onderweg nou. Wat doet dit met de prins? Ja, dit is het hoogtepunt van alles. Dit is echt super. Zo leuk, zo mooi, zo hard gewerkt voor iedereen. Echt loon naar werken nu. Echt, ja, absoluut. Ja, ja. Echt genieten. We zijn er hartstikke gek op, maar wie maakt eigenlijk Groenlo groot? De vrouwen. Drie jaar geleden zocht men een nieuwe burgemeester in Oost-Gelre. 145 reacties, 144 kerels. En wie wordt er burgemeester? Juist. De sleutel van de stad aan prinses Anneke. Oh, dit is echt een moment. Die krijg je normaal pas op zondagmorgen. Oh. Prinses Anneke en adjudante Janine. Ja. Ja, hè? Ja. Is wel bijzonder toch, dat je dit allemaal hebt gekregen van de prins? Nou ja, ik was ook heel vereerd dat ik de sleutel en het schild van Groenlo mag dragen deze dagen, een week lang. Tot 2 jaar geleden was er ook een herenzitting, dus hetzelfde concept alleen voor heren. Maar die is een vroege tijd gestorven. De herenzitting. Hoe is dat nou zo'n avond zonder mannen? Heerlijk. Ja, tuurlijk. Mis je ze nou niet? Nee, echt niet. Nee. Wat drinken jullie al zo hier en daar nog weg op zo'n middag? We doen wel gewoon een mannendrankje. Bier. Gewoon bier? Ja. Te wijn is niet te drinken. Dat is mannen hebben vrouwen nodig om plezier te hebben. En vrouwen kunnen zichzelf uitstekend vermaken. Ja. Vrouwen zijn er gewoon een keer belangrijk.
Hè, die mannen hebben altijd het grootste woord, maar vrouwen, hè, wij mogen ook een keer. Carnaval, carnaval is het mooiste wat er is. Carnaval, carnaval. Nou, het feest hier in Gollen gaat nog wel even door. Wij zijn er morgen weer. Dan gaan we fruit shoppen in Huissen. En we volgen een vriendengroep uit Stockholm die meedoet aan de optocht in Seerenberg. Tot morgen.